Ja, alweer een D-star-ronde die niet door kon gaan, helaas wat mij betreft. Kort verhaal is zo dat ik de afgelopen weken nogal hard gewerkt heb en waarschijnlijk te hard. Daardoor was ik in het weekend had ik een hoofdpijnaanval, dat begon vrijdag al. En ik kon daardoor heel slecht slapen. En ja, gevolg daarvan waarschijnlijk was dat toen vanmiddag mijn werk gedaan was. Alle inhalen van achterstallig werk van de afgelopen dagen. Dat ik toen in slaap gevallen ben tot ongeveer een half uur voordat de ronde zou beginnen. En ik was eigenlijk van plan, ik denk ik zet het gewoon door. Ik wil niet dat het nog een keer niet doorgaat, maar dat ging gewoon niet. Ik moet 3 kwartier van tevoren beginnen met spullen inschakelen. Ik moet momenteel mijn router nog rebooten om zeker te zijn dat de hotspot goed werkt. Dat lukte allemaal niet op tijd en ik voelde me ook niet geweldig. Dus heb ik hem helaas moeten afzeggen een keertje. Ik heb gehoord dat er wel QSO's liep. Ik weet niet of dat met de ronde te maken had, maar ik zal die achter deze mededeling aanplannen. Even aanplakken. En ja, voor het overige. Ik ben er de volgende week gewoon weer. Ja, hij is en wederdienende, maar dat moet wel haast lukken. En we gaan gewoon door. Wat ik erg tevreden over ben. Het aantal inmelders is niet super groot. Hoewel het de vorige week best wel goed ging. Maar waar ik heel tevreden over ben. Dat is het aantal keren dat toch de ronde op internet bekeken wordt. Inmiddels die cijfers lopen op. En ja, bekeken, beluisterd. En ja, nou, dat is prima, dat is heel mooi. Dus we gaan volgende week gewoon door. En we kiezen weer een leuk onderwerp. Of dat nou 3D-printing is of iets digitaals wat audio betreft. Het kan allemaal. Je kunt niet elke week over D-Star hebben. Het gesprek over 3D-printers vorige week was erg leuk. Ik heb die voor mij nog steeds niet opnieuw up and running na 14 dagen. Dus ik denk toch dat die mogelijk teruggestuurd moet worden. Maar ik ga nog 1 poging wagen voordat het zover is. Nou, tot zover. En ik zou zeggen allemaal tot volgende week. Van de Rauta via Volksmarkt weer. Die luistert. Hoi, goedenavond. Dus Papa Delta 1 Echo Bravo Sierra. Erik Den Bos, ik hoor je. Hey, die Erik, goedenavond. Erik, heb jij verstand van Linux? Dat is een goede vraag. Maar pas gerust los, hè. Ik doe wel eens wat op een Raspberry Pi. Laat ik het daar maar even op houden, HI. Nee, ik hoor je vraag graag tegemoet. Go ahead. Ik heb een audio server, alleen hij start niet meer. Ik heb hem via Dark Ice, een ijsklast, heb ik een blauwe dongel, heb ik een Raspberry Pi gekoppeld. En met de software, alleen ja, op een of andere manier start hij nu niet op. Ik krijg iedere keer een error 111. Oeh. Ja, dat weet ik echt niet. Als ik bezig ben met Raspberry Pi's, het lukt altijd allemaal wel, maar ik ben heel erg afhankelijk ook van YouTube en allerlei copy-paste acties. Dus zelf iets initiëren. Ik kan het idee wel bedenken, maar het uitvoeren, dan heb ik altijd wel eventjes het internet nodig. Ik kan jou niet helpen, Frans zag ik trouwens in mijn beeld voorbij komen. Ja, wellicht, hè. We geven Wager een roepje aan. Hè. Misschien dat er luisteraars zijn die jou op weg kunnen helpen. Is PD1 EBS terug naar FMJ. Nou, ik laat extra een grote ruimte. Ik denk misschien dat er dan even iemand erbij komt, maar helaas, hè. Ja. Nee, ik heb op mijn Raspberry Pi heb ik staan starting Icecast via System CTL en dan Icecast 3 Service Failed to Start Icecast. Ja, Access Denied. Dat is hetgene wat ik er hier op het scherm krijg. Frans, ik pak hem nog eventjes. Ik ben benieuwd of jij mijn laatste doorgang van 10 seconden geleden, of dat jij die hebt gehoord. Hè? Ik heb namelijk gisteren weer de tunnelmotor aangezet, maar ik merkte op dat niet al mijn doorgangen doorkomen. Dus ik wil eventjes checken. PD1, EBS, Fox, Mike, Juliet.
Nou, deze hele doorgang was vlekkeloos. Ja, zonder haperingen erin, zonder wat dan ook. Kon het helemaal volgen. Oké, en had je ook gehoord dat ik zei dat een barbecue misschien daar de straat blauw zet? Want die doorgang, daar ben ik namelijk niet zeker van of dat die is doorgekomen. Ik zit weer eventjes in die terminalmoot te rommelen. En ik weet niet of dat er helemaal goed gaat. Dus ja, nog even een keer de tour en dan loop ik even de tuin in. Om te kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt hier. Qua rook en qua hitte in de barbecue natuurlijk. Frans, go ahead. Ja, prima hè. Ja, is niet zo wel gewoon wegwonden, dan kom ik ook wel even langs. Even een barbecue. Nee, dat was maar een grapje. Goed joh. Nou, ik praat nog even vol. Dan kun je zo meteen. Ja, Frans, ik heb jou niet helemaal kunnen waarnemen. Oké. Ja, ik kan er iets meer van wel maken. Of dat er iets helpt, weet ik niet. Nou, ik heb nog wat meer power. Ik weet niet of het nog beter is. PD4FMJ, PC4W. Hey, PC4W, een goede avond van PD4FMJ. Ja, goedenavond Frans. Zit je in Brunsum? Ik zag Brunsum in je call staan. Ik dacht dat je even huis was, maar nu ben ik het even spoorbijster. Of was dat iemand anders? Ja, dit is PC4W. Goedenavond. Nee, zwak, ik zit in Blerik. Alleen, ik heb dat nog niet gewijzigd, hè. Ja, ik moet dat inderdaad nog in die contact veranderen. Maar zover ben ik helaas nog niet, want ik ben al aan het proberen die audioserver in de lucht te gooien, zwak. Ja, prima. Ja, ik zit zelf momenteel in Oostenrijk, hè. En ik kwam hier, waar ik dacht, hier zou wel eens een DMR of een D-Star repeater kunnen staan en dat is gelukt. Dus vandaar dat ik even naar jou toe roep. Maar ik heb verder ook niet veel te melden hier. Van PC4W in Oscar Echo. Oké, okay. Ja, nou hartstikke leuk hè, dan ben je even in Oostenrijk. Ja. Ja, nou hier in Blerik is het ook perfect weer, Jack. Het zonnetje schijnt nog en morgen zullen we de 30 gaan aantikken. Dus ja, we hebben ook geen klagen hier. Nee, klopt. Volgens mij is het in heel Europa mooi weer. Nu een tijdje. Nou goed, niet ervan hè. Ik zit ergens waar de repeater wegvalt. Dus ik weet niet of ik nog aankom. Maar ik heb het idee dat het niet goed gaat hier. Mocht je dit nog horen, in ieder geval groeten van PC4W. En succes met de barbecue, hoorde ik. Oké, okay, Frank. Nee, ja, je komt af en toe in de waterval, maar voor de rest gaat het wel, hè. Oké, okay. Hey, mocht je elkaar niet meer horen, dan zou ik zeggen 73 en veel plezier daar. Ja, prima Frans. Groeten. Tot weer. Ik wou bijna zeggen, ja, we komen elkaar weer eens in Brunsum tegen, maar dat zal wel niet. Hè. Woon je nou voorgoed daar in het noorden? Ja, ik heb mijn stekkie hier, een zak. Ja, dat vrouwtje is hier bij mij en ja, het is inderdaad allemaal in orde geworden. En dat blijft ook wel, ja. Oké, nou, succes ermee. Ik kom wel weer ergens tegen, hè. Leuk even gehoord hebben. En ik laat hem ook wel los, want ik merk het, ja, het is hier een 70 centimeter repeater, hè. Die staat namelijk hoog, maar het is hier heuvelachtig. Of heuvelachtig, dat is Limburgs, hè. Bergachtig. En dan is het maar net waar ik sta, hè.
Groeten, leuk je even gesproken te hebben. Groeten naar Nederland. Bye bye. Oké, Zak. Hey, de groetjes. PC4W van PD4MG. De groetjes. Bye bye. Bye bye. Goedenavond, van Papa Alfa 0 op Alfa, Hotel Bravo vanuit hetzelfde kopmotor. Goedenavond, van Papa Alfa 7 Mike Bravo, naar Marcel Geiger. Goedenavond, PA 7 Mike Bravo. De naam was even ging even te snel. Maar ja, geloof ik dat je zei. Naam is Martin hier. Dat is ook in dit spleetje, denk ik wel. PA 0 Delta, Hotel Bravo. Ja, prima, Martin. Goedenavond, hè. Vanaf deze kant is het Marcel. Ik zat eigenlijk klaar voor de ronde, maar ik lees eigenlijk net op de e-mail het mailtje van John, hè. Dat hij het dus niet ging redden. Zien we het aan de laatste kant, want het is al zeg maar over 9e. Dus ja, het is helaas niet anders, hè. Mocht John wel meeluisteren, ook een goedenavond. En ook de andere heren eigenlijk die eventueel meeluisteren zitten. Ja, nee, ik hoorde je roepen, dus denk ik, geef me even antwoord. QTA, dat is Zoetermeer. En de opstelling waar ik op het ogenblik mee werk, dat is de hotspot. Die is gebouwd op een Raspberry Pi 3B. En de portofoon die ik daarbij gebruik, dat is de Icon, de ID 51. Hè? Even voor jouw informatie, zeg maar, joh. Microfoon even terug. Ik dacht dat het was PD0HBB. Is dat niet helemaal goed? Dan moet je met mij even corrigeren. Van Papa Alfa 7 Mike Bravo, ga je gang. Ja, oké, Marcel. Dankjewel voor het terugkomen uit Zoetermeer. De hoekletters zijn Papa Alfa 0, Delta Hotel Bravo. Denk maar aan duidelijk hoorbaar. Dan vergeet je dat niet meer. En nou, voor jou misschien wel heel gewoon om digitaal verbindingen te maken. Dit is eigenlijk mijn eerste verbinding op. Ja, pak even de microfoon terug, hè. Ik denk dat je er vanaf viel. Ik denk dat je opstapt via een repeater. In jouw nabije omgeving. Maar je viel er even vanaf, hè. Dus nogmaals, ik geef hem even terug. PA0DHB van Papa Alfa 7 Mike Bravo. Ga je gang. PA0DHB, wil jij nog QRV voor Papa Alfa 7 Mike Bravo? Ga je gang. Jazeker. Even kijken hoor. Gaat het iets niet goed? Misschien iets meer vermogen maken. Zo. Was het morgen niet goed over? Ja, PA0DHB, PA7 Mike Bravo retour. Ja, ik kreeg de indruk dat je eigenlijk opstapt in, via een repeater bij u in de locatie. En ik kreeg eigenlijk de indruk dat je dus van de repeater afschoot. Omdat ze al was eigenlijk ineens weg, hè? Dus vandaar, joh. Nou, dan ben ik wel even nieuwsgierig of dat je via een repeater in jouw lokaliteit opstapt. Of dat je opstapt via een hotspotje, zeg maar.
bij jou in de shack of in de woonkamer. Ik geef hem in ieder geval even terug, PA0DHB van Papa Alfa, Server Mike Bravo, ga je gang. PA7MB, PA0DHB, ik sta op het Relais in Den Helder, PA1DHR. En er zitten een kilometertje of 30, 35 tussen. Dus. Het zou kunnen dat, ik stond op laag vermogen, dus ik denk dat dat het meest is. Maar leuk dat het werkt. Ik heb het deze motor sinds een paar dagen ontdekt, zeg maar. De 9700 van Nikon. Dat die zit al een tijd in huis, maar ik deed er eigenlijk digitaal nog niks mee. Ja, oké, hè. PA0DHB. PA7 Mike Bravo. Pak ik hem weer even terug. Ja, oké. Nou, de IC9700 is daar ook een leuke set voor. Om daar vanuit D-Star te bedrijven. En ja, ik hou me eigenlijk nu zo'n kleine 2 jaar bezig met digitale techniek. Dus dat houdt eigenlijk in D-Star DMR System Fusion. En het leuke vind ik ook het opbouwen van die hotspotjes en het programmeren van de software. En dat is naast het gewone gebeuren op 2 meter 70 centimeter, 23 centimeter en HF, vind ik dat superleuk om te doen. Hè? Zeker als er geen condities zijn, dan kun je toch wel wat verbinding maken via deze modussen. En D-Star vind ik een van de leukste, zeg maar. Dat ligt mij het meeste. En dan daarna hebben we natuurlijk ook DMR. En System Fusion, hè. En System Fusion, dat gaat ook gewoon goed. Ja, DMR, dat gaat, ja, dat markeert verder ook niks aan. Dat is ook, ook leuk om te doen, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk 3 handen gemaakt. Eigen, homemade hotspotjes. En dan het programmeren van de software. Ja, dat is, nogmaals, ik vind het hartstikke leuk om te doen, joh. Dus vandaar. Ik stuur hem even terug, hè. Moet je maar even zeggen, je stapt op via Den Helder. Ik denk dan dat je een beetje in de konterijen zit van, ja, wat zal het zo'n beetje zijn, Bresan daar, die kanten op. Bij het Noord-Hollands Kanaal, Julianendorp. Nou, ik ben daar wel redelijk goed bekend in die konterijen. Dus ik geef hem even terug naar u, hè. PA0DHB van PA7MB. Prima, Marcel. PA7MB, PA0DHB. Ja, het dorpje waar ik woon heet het veld. En het is ook letterlijk in het veld, hè, want een klein dorpje, ik kijk uit over de weilanden hier. En is natuurlijk voor haar en zo is dat hartstikke leuk. Voor de gitaal maakt het allemaal niet uit. Waar moet je dat zoeken? Ongeveer tussen Ruggewaard en Schagen. En een locator, wat was dat? Dat was 22 kilo Romeo Medica. Ja, PA0DHB, PA7 Mike Bravo. Even kijken of ik alleen zit. Ik laat hem heel even los. Oké, prima. Ja, dan weet ik waar je zit in grote lijnen. Dat eigenlijk mijn jongste broertje woont in Annapolona. Bij een goed kleine sluis, dat soort. Daar zijn wij eigenlijk ook opgegroeid. Hè. Daar hebben we nagenoeg leren lopen, zeg maar. En mijn jongste broer die woont nog steeds in Annapolona. Dus ook daar willen we nog wel eens heen gaan. Amstelmeer. Daar hebben we dan ook een bootje liggen. Dus vandaar, joh. Het is een mooie locatie. Zeker als het mooi weer is. Ik ken er eigenlijk alle kanten uit. Dus super leuk. 'S Winters vind ik het wat minder. Dat is natuurlijk voor ieder een gewenningsproces. Zelf zit ik dan in Zoetermeer, Den Haag, de omstreek, ook met het QRL. Ja, dan weet je niet beter. Hè. Dan ben je eigenlijk gewend aan de enorme drukte. Broertje was hier laatst ook eventjes in deze konterijen. En toen reden we zelfs even door Den Haag heen. Toen zei hij op een gegeven moment, joh, wat is hier gebeurd? Hè? Dan was hij al een tijdje niet meer geweest, zeg maar, in het centrum. Oké, joh. Nou, leuk dat je toetreden hebt gedaan met D-Star.
Ik ga er even een eind aan breien. Ik ga nog eventjes met de 3D-printer aan de slag. Ook weer een buizinkje maken voor een Raspberry. Ik zou zeggen, joh, succes met D-Star. En ja, we komen elkaar vanzelf wel weer tegen. Iedere dinsdag is er ook een ronde. Die start zeg maar via deze reflector om 8:30. En het is ook gewoon leuk om mee te luisteren en je zo nu en dan ook eens even in te melden, joh. Hey, fijne avond. Ik geef jou de microfoon terug voor de finale. En all the best daar in het mooie noorden. PNL-DHB met onder dankzegging een gegroet vanuit Zoetermeer van Papa Alfa 7 Mike Bravo Geger. PNL-DHB, heb jij dat nog meegekregen van Papa Alfa 7 Mike Bravo? Had je dit nog meegekregen? Ja, PNL-DHB, ik hoop dat je het mee hebt gekregen, de doorgang. Nogmaals, bedankt voor het QSO. Succes met D-Star en tot wederhoren, mocht je het meekrijgen, van Papa Alfa 7 Mike Bravo. Ja, goed, 73, tot de volgende keer. PNL-DHB, het opgave voor met je sluit.